De Kunstkring Noordwest-Veluwe organiseert dit jaar alweer voor de 12e keer een kunstroute. Die route voert langs verschillende dorpen op de Noordwest-Veluwe. Het begint in Wezep en eindigt uiteindelijk in Harderwijk. Langs die route stellen maar liefst 52 kunstenaars en 5 galerieën hun huis of galerie open voor mensen die belangstelling hebben om eens op een laagdrempelige manier de kunst van verschillende kunstenaars te bekijken. Vandaag gaan wij met Loco TV verschillende locaties langs om voor u een kleine indruk te geven van welke kunst er allemaal is hier in onze gemeente en omstreken. Oosterwolde bij Bertus Rechterschot. Hij maakt hele mooie aquarellen onder andere. En we mochten van hem hier vandaag filmen. En hij heeft hier nu ook mensen op bezoek die gebruik maken van de mogelijkheden die de kunstroute biedt. En hij is ondertussen aan het vertellen over zijn schilderijen. En we gaan eens even kijken of we daar wat van mee kunnen krijgen. Dat maakt het, dat het ook een geheel wordt. Hè? Want het is, je gebruikt 6 of 7 kleuren die je steeds met elkaar mengt. Hè? En daardoor krijg je een geheel. En dat geeft... Er is heel veel te zien op zoiets. Hè. Er zijn heel veel details. Er zijn ook mensen die vinden daar niks aan. Dat is ook prima natuurlijk. Hè, maar je kunt er heel veel naar kijken. En er is absolute rust. Hè, het is stil. Je kunt daar voor je gevoel zeggen, nou, ik ga er ergens zitten. En dan met een goed glas wijn. Dat kun je toch een tijd volhouden, lijkt me. Ja, je bent natuurlijk een Oosterwoldenaar. Ja. En je had het net al over dat je graag vooral gebouwen schildert. Maar je schildert ook mooie landschappen hier in de omgeving. Ja. Ja. Hoe vind je al deze mooie plekjes? Hoe doe je dat? Hier ken ik alles sowieso, want ik ben hier geboren getogen en ik woon hier al 58 jaar, dus die weet ik wel. Dus die zoek ik op, hè, en die fotografeer ik. Ik maak overal foto's van. Alles wat ik maak, maak ik foto's van. Hè, en dat verzamel ik hier en dan ga ik dat hier maken, hier op dit atelier. Wat maakt voor jou dan zo'n plek mooi? Wat zijn daar criteria voor te geven? Ja, nou dat heeft heel veel met landschappen sowieso, met het jaargetijden te maken. He, dus ik hou erg van de winter of van de hele hete zomer, zou ik maar zeggen. He, want dat geeft een bepaalde kleur aan het licht. Dat vind ik heel mooi. En verder moet er wel wat te zien zijn. Nee. Nou maak je aquarellen. Ja. Die techniek, bepaalt dat ook nog welke onderwerpen je kiest? Nee. Je kunt met aquarellen alles maken. Is mijn ervaring. Dus ik beperk me wel in onderwerpen omdat ik beperkingen heb in mijn tijd, omdat ik een vrij drukke baan heb. Dus ik moet echt keuzes maken. Dus ik beperk me tot onderwerpen zoals ze hier hangen. He, dus Oosterwolde, de buitenlandse toestanden als dit en af en toe hier om de hoek een naakt of een portret. Maar that's it. Maar verder is aan het medium zijn eigenlijk geen beperkingen. Je kunt er en waarom heb je voor aquarel gekozen? Ja, dat is eigenlijk ook meer een praktische kwestie. 10 jaar geleden toen ik hier aan begonnen ben, toen had ik hier een kantoor en daar had ik al helemaal geen ruimte. En aquarel kost weinig ruimte. Hè, want, je hoeft geen grote ezel te hebben, je hoeft niet stapels kwasten te hebben. Je hebt een paar kwasten, een paar tubjes verf en een stukje papier en je kunt een aquarel maken. En dat bevalt me zo goed dat ik er echt mee doorga. We zijn hier bij Emke Kuiper. Zij is nu een van haar beelden aan het oppoetsen. Mevrouw Kuiper, kunt u vertellen wat u aan het doen bent? Ik ben mijn bronsje even in de was aan het zetten, want hij was een beetje groen uitgeslagen met het patineren. Kijk, en nou wordt hij mooi zwart. Wij zijn vandaag bij u vanwege de kunstroute. Kunt u vertellen hoe u bij dat initiatief betrokken bent geraakt? Nou, dat is eigenlijk gekomen bij we starten bij de Kunstacademie Nunspeet. En dan later, ja, dan studeer je af. En dan toen, ik wil even kijken, is 12 jaar geleden dat ze gestart zijn, denk ik. Ja. En toen heb ik meegedaan. En had toevallig een goede locatie hier om dat te doen. En zo is het gekomen, dan kun je gewoon opgeven. En met welke materialen werkt u bijvoorbeeld? Kunt u daar iets meer over vertellen? Nou, ik ben vrij divers. Dus ik werk hoofdzakelijk met steen en diverse soorten steen. Dus dat is van... middelhard tot hard. En beton heb ik wel gehad. En papier-mâché uiteraard, dat hoort ook bij de kunstacademie, zulke dingen. En brons, dus dat is was dan. En brons, dat brengen we dan naar de bronsgieter. We
staan hier bij een van uw werken. Kunt u aan de kijkers uitleggen wat we hier zien? Ja, dit is een kop. Wij spreken over koppen bij het beeldhouden. Ja. Van een van mijn dochters. En dit is het eerste van de academie, de eerste opdracht in keramiek. En toen dacht u, dan begin ik gelijk met een van mijn dochters. Ik begin gelijk goed met een van mijn dochters, ja. Kunt u uitleggen hoe u begonnen bent met dit werk? Hoe gaat zoiets? Oh ja, nou, je hebt een plank met een stok en dan doe je een heleboel papier op. En om de papier heen ga je die klei drukken. En dan ga je, nou ja, naar aanleiding van diverse foto's, of ze staat even model, tekeningen, schetsen maken, ga je dus dit verwezenlijken. We zagen net in uw atelier al een klein kartje. Dit is de grote variant, neem ik aan? Ja, ja. De oorspronkelijke is uit steen gemaakt. Het was een opdracht. En toen vond ik hem zo ontzettend mooi. Toen heb ik gevraagd aan de eigenaar of ik er een mal van mocht maken. En dat mocht. Dus heb ik een paar af laten gieten. En het leuke vond ik ervan, deze is gepatineerd. En deze heb ik gelakt. Dat noemen ze gelakt brons. Dus die is twee keer gespoten. En dat vond ik zo geweldig. Ik denk, dit is ook weer een nieuwe benadering van brons om dat te gaan lakken. We zijn hier bij Rita Dokter. Dit is jullie boerderij en dit is tevens een plek waar jij volgens mij wel inspiratie op doet. Ja, dat klopt. Ik heb ze bij huis lopen natuurlijk en je gaat er dagelijks mee om. Dus ik vind het prachtig mooie dieren. Als je ze echt goed bekijkt, dan zie je er echt zoveel moois aan. Ze zijn nieuwsgierig, ze zijn heel loyaal. Ja, ik heb mijn inspiratie bij huis inderdaad. Ja. Hoe heb je dat in het begin gedaan? Maak je dan eerst schetsen? Hoe werkt het dan? Nou, in de eerste instantie had ik de ijdele hoop dat ik met mijn schetsboekje in de stal kon gaan zitten. En ook vooral met de kalfjes. Yeah. En denk ik, dan ga ik schetsen. Maar dat is zo moeilijk, want ze zitten echt geen seconde stil. Dus ze bewegen elke keer. Dus dat was echt heel erg lastig om te doen. Dus tegenwoordig maak ik nu gewoon foto's. En het valt op dat je ook in de wei of in de stal, dat je toch wel tientallen foto's moet maken voordat je echt iets leuks hebt om te schilderen. Ja, en van de levende dieren naar de dieren op canvas. Kun je vertellen hoe dat proces dan in zijn werk gaat? Je had het net al over, ik maak dan foto's. Dit was naar aanleiding van dat koeien na de winterperiode weer naar buiten mochten. En dat is altijd feest, hè? Dat blijft leuk. Dus elk jaar weer mooi. En ze rennen en ze springen. En dat is echt zo leuk. Dus daar heb ik ook weer foto's van gemaakt. En ik had echt dat voorjaargevoel van lekker dat frisse groen. En dan had ik dus filmpjes gemaakt en foto's. En daarvan heb ik dan weer wat koeien eruit geplukt, om het maar zo te zeggen. En in huis werk ik op de heerd. Dat is mijn ateliertje. En dan ga ik dus eerst tekenen. En mijn bedoeling was om ze helemaal groen te maken. Want ik was helemaal in de groene sfeer. Maar dat was toch wel een beetje te heftig. Dus ik kon het niet laten om ze toch weer een beetje natuurlijk getrouw te gaan schilderen. Alhoewel het niet helemaal is. Maar dus zo ga ik dan eigenlijk te werk. Naast dieren, zijn er dan ook nog andere inspiratiebronnen voor jou? Ik heb daar prachtige boeketten staan. En dan denk je, ja, dat is ook wel uitnodigend om te gaan schilderen. Ik vind het prachtig. Maar ik heb daar niet het geduld voor, denk ik. Het is me te priegelen. Ik hou toch het liefste bij dieren. En dan vooral bij koeien, paarden. Honden vind ik ook heel erg leuk. Ik heb ook in opdracht al een aantal honden geschilderd en paarden en ook katten, poezen. Maar dat vind ik gewoon leuk, het karakter vast te leggen van zo'n dier. Mensen vind ik ook erg mooi om te doen, dus daar ligt toch wel mijn voorkeur. Ja. Koeien. Waar koeien slechts verblijven, in smalle stallen met hun grote lijven,
ontbreekt de vreugde van de wei. In de wind, de regen en de zon springen zwart-wit-groene koeien in het rond. Ze doen mij denken aan soldaten, ongeschonden thuisgekomen naar het front, net zo opgelucht en bont. Als ik een koe met stemrecht was, dan zou ik stemmen op de Volkspartij voor Vrijheid in de Wei. Gedicht Paardenkrachten 2. Paardenkrachten rennen mij voorbij in afwisselende kleurenpracht. Gedragen door 12 benen brengen zij het hoofd op hol van wie naar hen kijken, zonder angst voor wat komt. Zij reizen samen door een land dat niet is stilgezet en door een tijd die niet verstomt. Hans Lambrechts, leuk om je hier te ontmoeten zo tijdens de kunstroute. Hoe is dat initiatief ontstaan? Want we hebben het over beeldende kunst, maar jij praktiseert natuurlijk een andere kunstvorm. Hoe is dat zo gekomen? Ja, het is eigenlijk zo dat ik altijd zelf nadenk over mogelijkheden om ook met andere kunstenaars samen te werken. En dat ook regelmatig doe. Dus er is wel eens muzikaal ook geïmproviseerd op gedichten van mij, wat ook een mooie combinatie is. Wat kun je vertellen hoe je dat als dichter dan doet? Je bekijkt dus in dit geval dan de werken van Rita Doctor. En hoe gaat het dan verder? Ja, dat is een hele mooie vraag. Het is zo dat je dan nadenkt over wat je hebt gezien. En dat je kijkt van, welk werk spreekt mij in het bijzonder aan? Of waar krijg ik bepaalde gedachten over? Die ik zeg maar poëtisch ook op papier kan zetten. En ja, ik wilde dus in ieder geval iets doen met het onderwerp koeien. Omdat ik dat ook een onderwerp vond wat echt heel erg past bij deze entourage. Maar ik werd ook heel erg aangesproken door haar werken die hierachter hangen, waarop paarden te zien zijn en mensen met een bepaalde betekenis. Dus het is een beetje gelinkt aan het Bijbelboek Openbaring. En ook bij deze serie kreeg ik wel allerlei gedachten. En dan ga je wat stoeien met woorden en dan komt daar dus een gedicht uit. Dus zo werkt dat. We zijn hier bij Kobi van der Stoep op het Harde en u doet ook mee vandaag aan de kunstroute. Waarom doet u mee aan dit initiatief? Ja, dat is wel een moeilijke vraag eigenlijk. ik heb mijn traject gevolgd zeg maar, bij de Vrije Academie in Nunspeet. En op een zeker moment kwam ik iemand tegen en die zei, doe mee met de kunstroute, want er zijn eigenlijk maar heel weinig keramisten hier in het Harde. En het is leuk als er in het Harde meer adressen komen. Dus, nou ja. Want exposeert u ook wel op andere plekken? Ik heb een keer één of twee keer geëxposeerd. Ik ben niet zo van naar buiten treden, maar dit is zo wel leuk in je eigen tuin. Ja, want u heeft ook een prachtige tuin. Dus ook een mooie gelegenheid om dingen te laten zien. Ja, het is echt een mooie gelegenheid. En, Willy de Jong die heeft het laatste gedeelte van de tuin in beslag genomen. Want haar tuin leende zich daar minder voor. Dus we doen nu met z'n tweeën exposeren we. Ja, ik ben eigenlijk mijn leven lang wel ook naast mijn werk met mijn handen bezig geweest. Dus ik heb geweven en geveeld en allerlei dingen gedaan. Maar op een zeker moment ben ik een cursus keramiek gaan volgen. En het feit dat je die klei in je handen hebt en dat je iets maakt en dat helemaal zelf opbouwt. Ja, ik vond het heerlijk. En het blijft je bezighouden, want ik ben nu bezig met het ontwikkelen van glazuren. Hè, zelf glazuren, recepten maken, uitproberen. Porselein, klei uitproberen. Dat moet weer heel anders behandeld worden. Dus je kan je leven lang bezig zijn om je te ontwikkelen in dit vak. En dat vind ik heel interessant. Want kunt u eens vertellen hoe dat werkproces, hoe dat in elkaar zit? Want hoe begint u? Begint u met een idee? Hoe werkt het? Dat kan heel verschillend zijn. Ik heb daar iets staan. En dat heb ik zo heel snel gemaakt. Dat was code oranje. Toen heb ik zo, het was vreselijk slecht weer. Heb ik zomaar een paar huisjes en alles viel in elkaar gemaakt. Maar ik kan ook iets maken waarvan ik denk van ja, maar hoe moet dat? Dan ga ik het eerst tekenen en over nadenken en lezen van wat gebeurt er als ik dit doe? Maar soms is het ook heel intuïtief. Dan ga ik iets maken en dan denk ik later, oh, waarom heb ik dat gemaakt en wat betekent het eigenlijk?
Het kan heel verschillende oorzaken hebben. Ja. Heeft uw kunst, de werken die u maakt, heeft dat ook een soort rode draad of een bepaald thema? Of u zegt van nou, meestal kom ik toch wel op zo'n soort werk uit? Het is wel verschillend wat ik maak, maar ik denk dat vooral het bewegen, de beweging, dat voor mij een punt is. Zo. Als de mensen vandaag komen, want het is natuurlijk een ontzettend leuke manier om op een laagdrempelige manier kunst te bekijken. Wat zouden ze dan, wat u betreft, het liefste mee moeten nemen naar huis als ze uw materiaal hebben gezien? Welke indruk zou u willen achterlaten? Ja. Dat ze enthousiast worden om ook iets te gaan doen. En iets zelf te maken wat helemaal van jouzelf is en waar je jezelf ook in kwijt kunt. Gun ik iedereen. Nou, dit is een van mijn eindproducten van de Vrije Academie in Nunspeet. Beweging, hè, dat is ook wel het thema. En water ben ik ook heel dol op. En je ziet ze ook hier in de vijver staan nu. Maar ik heb ze toen tentoongesteld in het Veluwemeer. En dat was, en dan is de beweging er natuurlijk helemaal, want dan heb je ook de golfslag. En dan op een zeker moment komt er een boot langs en dan valt alles weer weg. En je kunt die dingen ook op heel veel verschillende manieren neerzetten of neerleggen of laten vallen. En elke keer krijg je een ander beeld. Dat vond ik heel mooi. Toen veel mensen die dit gezien hebben? Nee, ik heb een paar mensen meegenomen en toen heeft iemand foto's gemaakt. Want ik kon die dingen niet meenemen naar mijn eindgesprek. Dus ik heb dat boek meegenomen.